Het drama speelde zich af in 93 transporten. 93 maal vertrokken treinen vanaf Nederlandse bodem richting de vernietigingskampen. Over deze spoorrails zijn meer dan 100.000 Nederlandse Joden weggevoerd naar Auschwitz, Sobibor, Bergen-Belsen en Theresienstadt. Het verzet heeft nooit gepoogd een transport te verhinderen. Vanuit kamp Westerbork ging het via Hooghalen, Assen, Groningen naar Zuidbroek. Hier werd gestopt om water voor de stoommachines bij te tanken. En dan naar Nieuweschans, de grensovergang met Duitsland. Hier zat het werk erop voor de Nederlandse machinisten. Hun Duitse collega's transporteerden hen verder naar de macabere eindbestemmingen. De Groningse bevolking heeft deze transporten tussen juli 1942 en september 1944 langs zien komen. Mijn oom en tante zaten in deze wagons, net als Anne Frank en haar familie. Zij behoorden tot de 107.000 Joden die zo geruisloos de Nederlandse grens overgezet werden. Als zo'n trein naderde, dan renden wij kinderen hier al naar deze plek toe. Dat is zo'n onbewaakte overweg. Want dat was spannend, want die Joden die gooiden dan briefjes naar buiten en die zochten wij dan op. Het was gewoon een spel. En het trieste van dat schouwspel, dat hadden wij als kinderen nog helemaal niet door. Nou, van Westerbork naar Nieuweschans, het was gewoon een treintje rijden. Er gebeurde niks. Een keer stoppen onderweg voor kruisen, want er waren bepaalde gedeeltes, net als van Winschoten naar Nieuweschans, was enkel spoor. Ik herinner mij één briefje, dat was een opengescheurd sigarettendoosje. En op die witte binnenkant stond geschreven, moet ik even denken. Lieve vrienden, wij zijn op transport. Groet de buurtjes en tante Koos, tot spoedig weerziens. Als ze achter mij een naam gezet hadden, die en die trein, dan had ik er ook opgestapt, had ik ook meegegaan. Dat was de normaalste zaak van de wereld. In de machinistenkamer zat er soms wel met een man of 7, 8, misschien wel meer, en dan werd er wat nagepraat, maar je hoorde praktisch niet praten over Jodentreinen. En die treinen gingen voorbij en dat was al een, ja, hoe moet ik dat zeggen, een normaal onderdeel in het dagelijks patroon van je leven. Je keek al niet meer op als die goederentreinen langs gingen. In mijn leven heeft de Tweede Wereldoorlog een grote rol gespeeld. Een groot deel van mijn familie werd door de nazi's vermoord. Mijn ouders en mijn broer overleefden de oorlog. Zij doken onder bij moedige boerenfamilies in de Achterhoek. Ik ben een bevrijdingskind. Ik heb veel onbeantwoorde vragen. Waarom zijn er zoveel Joden uit Nederland gedeporteerd? Het hoogste percentage van West-Europa. Waarom heeft het verzet zo weinig gedaan om Joden te redden? Waarom was er zoveel antisemitisme onder de Nederlandse bevolking? Waarom heeft de koningin nooit opgeroepen tot massale hulp aan Joden? Waarom waren er zoveel verraders die voor een paar gulden Joden aangaven? Waarom deed de massa niets en keek men liever de andere kant op? En waarom deden vele ambtenaren gewoon hun plicht onder een bezetter met misdadige bedoelingen? Je blijft je verbazen, ja, over het feit dat zelfs niet een poging werd gedaan om zand in de machine te strooien. Ja, dat precies. Is denk ik wat mij ook precies. Het meest heeft bezig gehouden. Het feit dat zand in de machine had gekund. Ja.
Er zit in heel veel mensen, en zeker in ambtenaren, geloof ik het besef van, nou ja, ik ben maar een klein radertje in het grotere geheel en men moet boven in de organisatie maar besluiten nemen. En ik, ja. He, dat wat later een beetje heel kort is samengevat in bevel is bevel. En die proclamatie op 10 mei 1940, die eindigt dan zo'n beetje van, wij als regering doen onze plicht, doet gij de nieuwe. Ieder op de plaats waarop hij gesteld is en onder alle omstandigheden. Nou, ja, ik was dus toen in mei 1940 nog niet, maar een paar jaar later, ja, ik deed mijn plicht op de plaats waarop ik gesteld was. En dan kan je dat interpreteren zoals je wil, maar ik zag dat toen zo. In Nederland zijn Joden nooit om hun Jood zijn vermoord. Toch heerst er overal antisemitisme, soms openlijk, vaak verborgen. Bijna iedereen zag Joden als een aparte groep, die nu eenmaal anders was. In het sterk gelovige Nederland speelde naast het sociaal antisemitisme ook het kerkelijk antisemitisme een belangrijke rol. De economische malaise en het antisemitisme droegen bij aan het ongunstige klimaat voor Joden. In de jaren voorafgaande aan de Duitse bezetting nam dit verschijnsel in de Nederlandse samenleving flink toe. Er was aards antisemitisme. Ik bedoel, mijn vader die wilde biljarten in de Harmonie, dat was een biljartvereniging. Die nam uiteindelijk boksles bij boksschool Abelsma, ja. Omdat Joodse jongens daar ook wel uitgeslagen werden. Die wilden ze daar dan gewoon niet zien. Zal ongetwijfeld, zal dat niet in de notulen gestaan hebben, maar bij Kwik bijvoorbeeld was erom bekend dat er geen Joden in konden. En zo waren er meer. En Bikwik was een voetbalvereniging? Dat was de voetbalvereniging en Velocitas was een voetbalvereniging. En daar voetbalden de meeste Joden in. Mijn grootmoeder zei, kind, hoe kun je nou bij Joden gaan werken? Ik zei, nou, open Joden, ja, ze waren niet tegen Joden of zo hoor. Helemaal niet, in de verste verte niet. Maar dat hoorde nou helemaal niet zo. Want werden Joden als een aparte groep gezien? Ja, Joden werden als een aparte groep gezien. Ik weet nog toen ik staatssecretaris werd, dat ik mijn moeder belde. Nou ja, trots, toch? Hè? Ook niet helemaal niks. En ik belde mijn moeder op en ik zeg, ik spreek met de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. Toen was het even stil aan de andere kant van de lijn. En toen zei ze, pas op risjes. Zei ze, wees op je hoede voor antisemitisme. Dat was natuurlijk na de oorlog en dat was met hun ervaring van de oorlog. Maar ik denk dat die angst van we zijn geaccepteerd, we doen mee, we zijn een onderdeel van die gemeenschap. Maar op een of andere manier kan het ons zomaar overkomen dat we apart gezet worden. Ik denk dat heel veel Joden dat voor de oorlog wel wisten. En dan kom ik dus met een lange bocht bij jouw vraag terug. Dat wat hen is overkomen, hen nooit alleen door Duitse terreur is overkomen. Ja. Dat hun dat is overkomen in een samenleving die in ieder geval niet tot in zijn vezels van plan was om hen als een van ons, van deze gemeenschap, te redden. Dat is inderdaad niet het algemene gevoel geweest. En ja, dan moet je in ieder geval zien hoe gevaarlijk die twee of drie delingen in samenleving kunnen uitpakken. De archivaris van Yad Vashem, het Oorlogsherinneringsinstituut in Jeruzalem, wees mij toen ik mijn speurtocht begon op Groningen. In de hoofdstad hebben maar 150 van de 3000 Joden de oorlog overleefd. Het percentage weggehaalde Joden behoort tot de hoogste in Nederland. Ik zag in Jeruzalem een brief uit 1943 van de Groningse burgemeester, gericht aan de hoofdcommissaris van politie. Hierin vroeg hij waar hij de kosten voor het leeghalen van Joodse huizen kon verhalen. In Groningen zocht ik Jacques Wallage op. Hij is nu burgemeester van de stad die in de oorlog vrijwel al zijn Joden is kwijtgeraakt. Dankzij een perfect en geolied Gronings ambtenarenapparaat, waar vrijwel geen Duitser aan te pas kwam, werden de Joodse Groningers weggevoerd. Jacques en ik zijn jeugdvrienden, beide bevrijdingskinderen. Wij komen uit Joodse families die de oorlog door onderduik hebben overleefd. Jacques komt uit een oud-Joods geslacht uit Groningen. Zijn ouders en broer behoren tot het handjevol dat de oorlog overleefde. Ik ging met hem de archieven in om te reconstrueren wat er zich in Groningen heeft afgespeeld.
Kijk, Sjaak, dit is het documentje wat ik in Yad Vashem zag. Dat ondertekend is door de burgemeester van Groningen. Waarin hij zich afvraagt waar de kosten verhaald moeten worden van de leeggehaalde huizen. Deze NSB-burgemeester doet wat eigenlijk op iedere schakel van de Jodenvervolging heeft plaatsgevonden. Namelijk, uiteindelijk stond het Nederlandse apparaat ter beschikking van de naties. En dat ter beschikking staan betekent dat iedere stap het lokaliseren van mensen, het ophalen van mensen. Iedere stap is eigenlijk door een Nederlands apparaat gebeurd. Voor een deel was het bewuste collaboratie. Deze mensen waren collaborateurs. De commissaris van politie, de burgemeester waren NSB'ers. Waren mensen die de nazi-ideologie ook aanhingen. Ja. Er zaten natuurlijk ook een heleboel anonieme, doodgewone mensen tussen die naar hun werk gingen en hun werk bleven doen. En daar kun je achteraf natuurlijk heel veel van vinden. Ja. Ik denk dat ze zich nooit een collaborateur gevoeld hebben. Het is wel zo dat het systeem uiteindelijk die catastrofale effecten heeft gehad. Daar waar het systeem in de war werd gebracht door het opblazen van een bevolkingsregister, heeft dat in een aantal gevallen geholpen. Dus dat is hier niet gebeurd? Nee, in tegendeel. Hier is uiterst efficiënt gewerkt. Een deel van mijn familie heeft overleefd in Varsseveld. Mijn ouders en mijn broer en de overige familieleden van mijn moeder zaten hier ondergedoken. Moedige mensen waagden hun leven door hen in huis te halen. In een dorp kon het zijn dat er goede Nederlanders waren, maar ook onbetrouwbare, verraders, afpersers. Of mensen waarvan je niet wist aan welke kant ze stonden. Mijn oom en tante en mijn neefje zijn in ditzelfde Varsseveld door Nederlanders verraden en door Nederlanders weggevoerd naar de concentratiekampen. Ik heb nooit geweten wat er precies gebeurd is. Uiteindelijk ontdekte ik de afschuwelijke waarheid. In deze straat in Varsseveld heeft zich alles afgespeeld. Bart Hoftiezen, de boer waar mijn ouders ondergedoken zaten, was een held. In tegenstelling tot vele anderen wilde hij geen cent hebben voor het onderdak dat hij hem bood. Hij werkte samen met de Varsseveldse domineeszoon Riep Knotnieris, die in het lokale verzet zat. Ook Riep is een held. Hier hebben we waar de boerderij lag. Dan moet je voorstellen met een heg om de boerderij met een groentehof en daar de weilanden omheen. Dus we staan als het ware in de weilanden van waar de boerderij was? Waar de boerderij van was. Van Bart Hoftiezer, waar mijn ouders zaten. Van Bart Hoftiezer. Ja. En dan kijk je daar op de kerk van Varsseveld, waar ik door mijn familie erg mee verbonden ben. Riep vertelde mij over een afpersingsgeval bij boer Bart Hoftiezer en de grote spanningen die dat met zich meebracht. De afperser bleek de buurman aan de overkant te zijn, die aanvankelijk bij het verzet zat, maar zijn kennis later misbruikte. Riep is een voorzichtig en integer mens. Bij Bart Hoftiezer zaten veel onderduikers. Door omstandigheden is dat in 1944 verkeerd gegaan. Toen kwam Bart Hoftiezer. Mijn boerderij loopt gevaar. En dat heb ik serieus genomen en vermoedelijk terecht. Alle onderduikers heb ik op de korte termijn weggehaald. En de familie Linter kwam toen in noodgeval pal bij de tuin van de pastorie in een kippenhok van de familie Lammers. Bedoel je te zeggen dat er iemand was die wist dat mijn ouders daar ondergedoken zaten en die de boer Bart Hoftiezer daar geld wilde afpersen? Dat is waar, ja. Ja. Als je rekent dat Bart Hoftiezer bij mij kwam, ja, in de grootste nood. Ja. Hij zag geen weg meer en hij wist dat ik misschien een weg ben. Ik wist wegen. In dezelfde straat waar mijn familie ondergedoken zat, organiseerden Gerrit Dina en Hermina Jolink, bekend als de Dames Jolink, de hulp aan onderduikers. Ik zocht in Amsterdam mijn tante Regina op.
die mij als enig nog levende familielid het verhaal kon vertellen. De dames Joling, dat waren toch hele goede mensen? Bijzondere vrouwen. Twee bijzondere onderwijzeressen en twee bijzondere vrouwen die ontzettend veel gedaan hebben voor de Joodse onderduikers. Mm-hmm. Ja. Maar die zijn ook op een gegeven moment verraden, hè? Die zijn verraden en zijn weggevoerd naar Ravensbrück, waar ze vermoord zijn. En in hun huis zaten een aantal Joodse onderduikers die ook weggekomen? Die zijn ook gepakt, onder andere een meisje met haar ouders, een klein kind van 4 jaar, een jonge meisje. Een kind zal ik nooit vergeten, die met de vuistjes op die Duitser sloeg. Dat heb ik zo voor me, met de kleine vuistjes. Het kind is weggevoerd en de moeder is weggevoerd. En de andere mensen die er ook waren. Weggevoerd, was verschrikkelijk. Mijn tante zat ondergedoken naast het noodlottige huis van de dames Joling bij de familie Breukelaar. Alle mensen die daar ondergedoken zijn en ook de dames Joling, die hebben allemaal eigenlijk de dood gevonden. En alle mensen die hier waren, onder andere jouw familie, jouw oom en tante, je ouders, je grootmoeder, mijn ouders, mijn broers en zusters, ze zijn toch allemaal ongedeerd uit de oorlog. Dat is het verschil van deze twee huizen. Dat was het huis van het ongeluk en hier had men geluk. Hoe zat het nou precies met die Wim Kolenbrander? We waren angstig omdat hij ons... Ja, hij was ontzettend aardig eerst. En later veranderde hij helemaal. Hij eiste 10.000 gulden voor ons. En dat hadden we niet. En toen wou hij ons verraden op een of andere manier. Maar hoe komt dat hij dan plotseling zo veranderde tijdens die oorlog? Ja, dat begrijp ik. Hij wilde rijk worden van de Joden. Ze werd zo verteld, Joden zijn rijk, Joden hebben geld. Dus die konden wel betalen, maar we hadden het niet. Het was niet waar. Hier is het huis van de familie Kolenbrander. Dat is de familie waar jouw oom en tante Sandra en Regina enige tijd ondergedoken zijn geweest voordat ze bij ons kwamen. Zij kwamen dus vanuit dit huis, via de dames Joling waarschijnlijk, bij onze onderduikers. Ze werden onze vaste onderduikers. Maar ze gingen niet zomaar weg hier? Ik heb dat nooit goed. Ik had altijd het idee dat ze hier zijn weggevlucht. In ieder geval. Maar hoe ze dat hebben gedaan. Maar ze waren in paniek, heb ik gehoord. Ze waren in paniek. Ze waren echt helemaal gestrest toen ze bij ons kwamen kennismaken. Of ze bleven ook. Het gezicht van je oom was helemaal een beetje scheef getrokken. Je kon zien, die mensen zijn ontzettend bang. En dat zijn ze eigenlijk een beetje het hele verdere verloop van de oorlog. Zijn ze bang gebleven voor deze familie. Want ze wisten, als deze familie ontdekt waar wij zijn, waar we gebleven zijn, dan zijn we er geweest. Het was schokkend om in het Groningse archief deze verraadbrief aan te treffen, gericht aan de politie. In de Van Spijkstraat nummer 1 wonen ook nog de familie Mok. Die zijn zeker vergeten opgehaald te worden. Deze Joden wonen er nog steeds. Een bewoner van de Van Spijkstraat. Er moet dus een buurman of buurvrouw zijn geweest. Die dus kijkend. Het zijn inderdaad ongelooflijk. Die zijn echt, als je hier de mentaliteit van Nederlanders ziet ten opzichte van hun Joodse medeburgers, dan reizen je haren toch te bergen. Nou ja, zo goed als er mensen waren die onwetend waren en ook niet fout waren, zo goed waren de mensen die heel goed wisten wat ze deden en heel erg fout waren. Ik bedoel, mensen die dus schrijven, u hebt die en die vergeten op te halen, kijk daar nog eens even en dan vindt u ze wel. Ja, de nazi's hebben heel vaak gedacht dat het uitroeien van de Joden ook bazaal op sympathie van heel veel niet-Joden zou steunen. Mm-hmm. Dat is in het stilzwijgend toezien ook wel zichtbaar geworden. En het is natuurlijk helemaal zichtbaar geworden op dat mensen eigenlijk zeggen, oh, bent u bezig de Joden op te halen, dan weet ik er nog één. Ja. Je moet, geloof ik, ik denk dat geldt voor jou net zo goed als voor mij. Je blijft bezig met wat je ouders en grootouders is overkomen. Het zal je nooit loslaten. Ja. En dat laat je niet los, omdat het buiten alle proporties is. Ja.
Je kunt in een oorlog vallen veel doden, in iedere oorlog. Maar het systematisch isoleren, ophalen en vermoorden van mensen is nog steeds is niet te bevatten. En nee. Dan is natuurlijk ieder document wat je er nu bij haalt, is nog weer in zichzelf niet te bevatten. Hoe kan iemand bewust een ander het pad van de dood opsturen? Het Joodse leven in Groningen speelde zich voor de oorlog in en rondom de grote synagoge af aan de Volkingenstraat. In deze synagoge konden 1000 mensen ondergebracht worden van de Joodse gemeenschap die hier woonden. Het waren zo'n 3000 Joden die hier woonden en daarvan kon men 1/3 in deze sjoel bergen. En met Kol Nidrei-avond en met Yom Kippur zat hij vol. En wat daarvan over is, dat is nihil. Zoals wij hier nu lopen, heb jij hier in 1938, 1939 gelopen als kind. Ja. Beschrijf me die straat, hoe zag die eruit? Dit was echt voor de oorlog de straat waar veel Joden woonden. En dit was een geweldig druk leven hier. Hier kwamen allerlei winkeltjes waren hier. En iedereen die leefde op straat en men leefde veel meer met elkaar. Dus het was een heel andere situatie als nu. En geleidelijk aan kwamen dus de maatregelen steeds verder op ons af. Het dragen van de ster, ik kan me nog herinneren dat mijn moeder de ster opnaaide. Ik kan me herinneren dat ik mijn grootmoeder op de markt liep en dat mocht ook niet, dat mijn grootmoeder de ster wegmoffelde tussen haar jas. Doodsbenauwd was ik als kind. Ik was 1 jaar of 6, vanaf dat ik mij herinner, dat mijn ouders hier een cafeetje hadden. En dat was een volkscafeetje. En naast de voordeur stond een klein vierkant bord, verboden voor Joden. En dan herinner ik mij een paar dagen van tevoren dat er een klant, die ik kende als klant, bij mijn vader zat. En dat die afscheid kwam nemen op de een of andere manier. En dat was een Joodse klant? Dat wist ik toen niet, want ik wist toen amper wat Joden waren. Daar was ik te klein voor, die herinnering kwam later. Maar hij kwam afscheid nemen, want hij mocht niet meer in het café komen. En niet alleen bij mijn vader in het café stond dat bord, maar hier aan deze kant van de Grote Markt had je ook heel veel cafés. En daar stonden ook allemaal die borden. Alle openbare gelegenheden, daar stonden borden voor, verboden voor Joden. De niet-Joodse Groningers die keken aan gros, keken ze een andere kant op. Laat maar heel eerlijk zijn. Aan gros, er waren er uitzonderingen bij. Er zijn mensen bij, die hebben ons zeer geholpen. Er zijn mensen bij, die hebben ons alle mogen geholpen. Maar de grote massa keek liever de andere kant op. Want hij zag niets en hij hoefde niets te zien. En hij wou liever ook niets zien. Zo was het wel. Er is natuurlijk een isolement georganiseerd vanaf het begin af aan, waarin ieder van die stapjes eigenlijk ongelooflijk is. Het feit dat je dus niet meer mag lopen waar iedereen mag lopen. Het feit dat je uit je functie gezet wordt terwijl iedereen door kan werken. Dus natuurlijk, dat isolement is stapje voor stapje georganiseerd. Ja. En maar je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, de omgeving had niet in de gaten wat er gebeurde. Dat zal voor sommigen gegolden hebben. Voor een aantal zal gegolden hebben, opgeruimd staat netjes. In dezelfde straat in Varsseveld waar mijn ouders ondergedoken zaten, was ook mijn toen 3-jarig neefje Leo ondergedoken in het huis van de verzetstrijder Theo van Braak. Op 1 mei 1944 ging het mis. Na verraad volgde een inval. De verzetstrijder en mijn neefje werden opgepakt. Ja, Leo, dan zijn we bijna in Varsseveld. Een lange rit vanuit het westen. Ja. Zeker, je komt helemaal uit Brazilië. Wat voor gevoel geeft het je nu? De plek te naderen waar je nogal wat hebt meegemaakt. Nieuwsgierig en gespannen. Hier hebben we Varsseveld in. Varsseveld. Dit is het dorp. Misschien niet zoveel te herkennen nog zo op het eerste ogen. Nee.
De inval in het huis van verzetstrijder Van Braak werd gedaan door Nederlandse SS'ers en de SD. De leiding had een Nederlander. Theo van Braak kwam om in een concentratiekamp. Leo overleefde als 4-jarig kind Westerbork, Bergen-Belsen en Theresienstadt. Een wonder. Getuige van de nachtelijke inval was Gerrit Slotboom. Hij was bij de marechaussee en later bij de politie, maar hij zat ook in het verzet. 60 jaar na de tragische gebeurtenissen zien Leo en Gerrit Slotboom elkaar voor het eerst terug. Maar, mijn... Bent u dan meneer Slotboom? Ja, maar jij bent Leo, zie ik wel, jongen. Ja, het is echt 60 jaar. Oh, blij dat we elkaar er ontmoeten kunnen, na zoveel jaren. 60. We menen het nog. Zuster, ja. Je ziet er nog goed uit, hoor. Ja, je ziet er nog goed uit. Prima. Ja, zoveel jaren. 60 jaar. 60 jaar. Zo, dus u heeft me hier dus zien weghalen door die Nederlander, hè? Ja, hij was Hoe niet... Hoe is dat precies gebeurd? Dat was er niet alleen. Hij was er niet alleen, maar er waren meerdere mensen bij. Volgens mij waren ze met z'n vijven. En ik heb ze ook horen roepen, Juden. Juden. En toen naderhand die man die de leiding had, die kwam bij mij in de kamer. En die stelde mij vragen en die zei ook mij, je weet toch dat er hier een Jood zit. Dat is een Jood. Was dat die Nederlander? Dat was die Nederlander. En dat mag je wel weten, dat is die keeper van de AGOVV in Apeldoorn, dat zei hij. Dat was toen, hè? Ja, dat was toen, ja. Toen was hij keeper van de AGOVV in Apeldoorn. Tijdens de nachtelijke razzia rukte de Nederlandse SS'er Leo's broekje omlaag om vast te stellen of hij besneden was en dus Joods. Gerrit Slotboom deed een poging de overvallers op andere gedachten te brengen. Het mocht niet baten. En wat moet je met een kleine jongetje, joh? Ja, zegt hij, dat is een Jood. Dan weet je toch wel dat dat verboden is? Ja, maar je bent stel strafbaar, maar je moet aangeven waar Joden zitten. Ik zeg, moet jij doen? Vlieg er een gauw op. Ja, zegt hij, ik zou maar schaam niet voor een klein jongetje mee te nemen, maar ik neem hem toch mee. Het is toch een Jood, dat weet je toch? Ik zeg, hoe weet ik dat? Ja, zegt hij. Is toch, loopt hij nog over de vloer? Ik zeg, moet je goed luisteren, jongen. Als jij bij iemand vreemd over huis bent en je ziet een klein kind lopen, ben jij dan zo'n schoffie om een jongetje de broek af te trekken om te kijken of het een Jood is? Jullie wel, maar ik doe dat niet. Leo, je werd hier opgehaald en meegenomen door die lui. Weet je nog, kun je nog te herinneren waar je naartoe geweest bent en naartoe gebracht bent? Ja, ze hebben me naar, dat weet ik, naar Westerbork. Van daaruit ben ik gedeporteerd naar Bergen-Belsen in Duitsland. En van daaruit naar Theresienstadt, in Tsjechoslowakije. Die transporten, dat waren meestal met RPV1. Dan was ik samen met een groep andere kinderen. Dan vechten we om aan die kant te zitten. Waar die geetjes waren, dat we adem konden halen. Ja, ja. En ook een heel scherp beeld. Ik heb gezien hoe ze iemand doodgeschoten hebben. Die man zat op zijn knieën en is zo in zijn nek geschoten. Ik kan niet zeggen waar dat was en wanneer. Mm. Ook waarschijnlijk in Theresienstadt. Ja. Maar zo, het vergeet me niet. Als je kijkt, hè, als ik dit briefje erbij mag halen. Deze mededeling van de hoofdcommissaris van politie Blank in oktober. Grote razzia's waarbij honderden Joden zijn opgehaald. En hoe hij zijn korps complimenteert. Dan denk ik, ja, hier heeft het volledige politiekorps aan meegewerkt. Want je kan niet 3000 Joden ophalen met 10 man. Nee. Nou ja, ik stuur na grootschalige dingen wel eens een dankbriefje naar de politie. Ja. Maar ja, ik denk dat het overgrote deel van de mensen die bij de Groningse politie werkten geweten moeten hebben dat dit niet kon. Het feit dat overigens een NSB'er daar, echt een man die door en door fout was, hoofdcommissaris was, heeft natuurlijk vervolgens de greep van die leiding op het apparaat wel enorm versterkt. Ik denk dat je behoorlijk heldhaftig moet zijn geweest om te zeggen, ik doe even niet mee.
De Groningse hoofdcommissaris van politie, Philip Blank, vierde in 1943 op vrolijke wijze kerst met de Duitse bezetter. Hij was een ideale handlanger van de nazi's. Zoals overal in Nederland haalden ook in Groningen Nederlandse politieagenten Joden op. Een beter instrument had de bezetter zich niet kunnen wensen. Wat heeft u van die Blank gemerkt als hoofdcommissaris? Wat was dat voor een man? Een hele mene hond. Waarom? Omdat hij een zweer was. En niet zo'n beetje ook. Blank was dan wel een rechtschapen man. Een rechtschapen man? Ja. Ja. Maar wat bedoelt u, hij was een rechtschapen man? Nou, hij was niet... ik bedoel, maar wij moesten wel eens een keer, als er samen was, en Blank moest ergens naar een bijeenkomst van dat soort. Dan belde Blank op en zei, jongen, ik moet in mijn auto hebben, kom je met me halen. Maar dan was hij al die hele Amerikanen, was niks geen hocus pocus bij. En dan zei hij, nou kom je mee om een bepaalde tijd, kom je met hem halen. Dan bracht hij me naar huis. Maar hij was een man die de opdracht van de Duitsers keurig netjes uitvoerde. Hij liet zich graag fotograferen met de Duitsers. Hij was een NSB'er. Ja. Ja. Maar volgens mij niet een slecht mens hoor. Eerlijk niet. We zagen hem nooit. En als we hem niet zagen, had hij wel een of ander orretje. En vooral om... Ik verwacht medewerk van jullie dat de Joden opgehaald worden. Wij werden er opgeroepen en er werden er mensen aangewezen. Die dat moesten doen allemaal. Die gingen naar bepaalde adressen waar die Joden woonden en daar werd opgehaald. Dus die mensen, de politieagenten waar u dus ook bij was, die werden opgeroepen? Ja. Bijeengeroepen en gezegd? Die werden toen aangewezen. Die kregen tenminste wat ik mij erin van, ik kreeg een opdracht. Jij moet daarheen en jullie gaan daarheen. En dat werd ook... Zo uitgevoerd. Ja, hou me de goede. Ja. Er zal heus wel eens een gezinnetje weggezwaard zijn hoor. Mm-hmm. Daar neem ik best aan. Wat vond u daarvan dat het gebeurde? Ja. Joden waren toch een bepaalde groep in de samenleving. Wat vond u ervan? Je vond het rot, maar wat moest je? Wat moesten wij? Vertel me dat eens. Wat vindt u zelf ervan dat u bij dat politiekorps gewerkt heeft? Ja. En dat zoveel Joden heeft opgehaald die niet zijn teruggekomen? Ik vind het diep en diep treurig. Ik heb het er moeilijk mee, hoor. Als er een trein klaar stond met Joden, daar werden wel de verschillende overgang afgezet om rotzooi te voorkomen. Verderop woonde een Joodse kapper en dat meisje was een vriendinnetje van mijn zusje. En ik wist dat die mensen de koffers in de gang klaar hadden staan en dat heeft weken zo geduurd. En op een gegeven moment waren ze weg, 's morgens. En zat er een plakker op de deur. Maar daar stond je eigenlijk verder nauwelijks bij stil. Dat is heel merkwaardig. Is dat niet gek dat mensen... Jongen, ja. Voor een jongen van 13, 14 jaar... jij had natuurlijk andere dingen aan je kop. Huh? Maar u zegt dus, ik stond er niet bij stil? Nee. Was het dan de alsof meeste, het De meeste mensen niet. 90%. Stonden er niet bij stil? Nee. Helemaal niet. Kon het ze niet schelen dan? Nee. Nou, niet schelen. Ja. Er was natuurlijk een enorm antisemitisme overal. Zoals nu ook weer. Mensen weten vaak niet eens waar ze over praten, maar dat was er toen ook. En die moffen die werden hier door een groot gedeelte van de bevolking weliswaar niet met bloemen verwelkomd. Maar een hoop mensen vonden het wel goed. Vooral een hoop zakenmensen. Je ziet dat... In feite bijna de gehele Joodse bevolking is weggevoerd. Ja. Ja, het doet me zeer. Heel zeer hoor. Zijn toch ook mensen?
U weet dat Blank na de bevrijding 20 jaar gevangenisstraf heeft gekregen. Dat weet ik, ja. Maar had hij niet verdiend. Wat zegt u? Had hij volgens mij niet verdiend. U vond dat te veel? Ja. Ja. Plotseling mengt de vrouw van de oud-politieagent zich in het gesprek. Mijn moeder zei, als om 12 uur de oorlog afgelopen is, heeft zo'n 512 jokje wel weer besodemieterd. Begrijpt u wel wat? Nee, ik begrijp het niet, maar u zegt het weer als u het zo ervaren heeft. Nee, maar maar een Jood is een heel keen iemand. Ja, ja. En daar moet je voor oppassen. Bij de grote razzia in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 zijn de meeste Joden uit de Volkingenstraat en omgeving door de Groningse politie opgehaald en gedeporteerd. Heldhaftige boerenfamilies riskeerden hun leven de Joden te laten onderduiken. Maar er waren ook verraders, gewone Nederlanders, die helemaal geen ideologie aanhingen. Zo werden mijn oom en tante, Harry en Gusta, slachtoffer van ordinair verraad. Zij kwamen om in Auschwitz. In mijn familie was de juiste toedracht van het drama altijd een mysterie. Na maandenlang speurwerk in Varsseveld en omgeving en in diverse archieven en dagboeken heb ik de feiten kunnen achterhalen. Ik vond de boerderij in Sinderen bij Varsseveld waar deze tragische geschiedenis zich afspeelde en ontmoette er de dochter van de moedige Johannes en Dina te Lindert. Mijn vader en moeder hebben in totaal 5 Joodse onderduikers gehad, 3 volwassenen en 2 kinderen, waarvan een van de kinderen 7 jaar was en een andere jongen was 16 jaar. Jouw tante, Gusta, die was getrouwd met Harry. Dat was dus een echtpaar wat hier was. Dan, verder was er een Alfred Wolf. Uh-huh. Benny Mestris was 16 jaar. En Pieter Steinhardt was 7 jaar. Een jongetje van 7. Dina te Lindert, Ali's moeder, hield een dagboek bij waarin zij de lotgevallen van haar Joodse onderduikers noteerde. Met Sinterklaas in 1943 had ik voor allen nog een kleinigheid gekocht. Om er toch nog iets van te maken. Voor Harry, Albert en Bertus een boek. En voor Gusta een broche. En voor Pietje, dat weet ik niet meer. Helaas kwam er een week later aan ons vredig bestaan een einde. In de nacht van 12 op 13 december 1943 werden we verschrikt wakker van lawaai en bonken op de deur. Aan deze overval ging een ernstig geval van verraad vooraf. In Silvolde, niet ver van Varsseveld, woonde Gerrit Saalmink. Bij hem waren 3 Joodse vrouwen ondergedoken. In de winter van 1943 wilde zijn dochter Gerritje, die 2 kleine kinderen had, bij haar ouders in gaan wonen. Er was geen ruimte en omdat vader Saalmink niet zo snel van zijn Joodse onderduiksters afkom, stapte Gerritje naar de SD in Arnhem om de vrouwen gewoon te laten weghalen. Het is begin 1943. Het meest gevreesde gebouw van Arnhem ligt aan de Utrechtse weg. De SD'er Adolf Becker ontvangt Gerritje in zijn kantoor. Ze beschrijft exact waar de Joodse vrouw verstopt zit en verzoekt Becker om haar ouders ongemoeid te laten. Hij stemt daarmee in, maar onder de voorwaarde dat zij nog een paar huizen met Joodse onderduikers aanwijst. Ze verlaat het gebouw met 75 gulden tipgeld. De overvalwagens zijn eerst in Terborg geweest. Daar hebben ze die 2 vrouwen meegenomen. Toen moest die meneer Saalmink, dus de vader van die dochter, die moest mee in die overvalwagens om de weg te wijzen naar de huisstede. Omdat hij wist waar de huisstede was en waar die andere Joden te vinden waren. In die noodlottige decembernacht in 1943 haalde de SD met hulp van Nederlandse SS'ers 3 huizen met onderduikers leeg. 8 Joden, waaronder mijn oom Harry en mijn tante Gusta,
vonden de dood in Auschwitz. Johannes de Lindert, bij wie Harry en Gusta ondergedoken zaten, werd zwaar mishandeld. Tot het eind van de oorlog verbleef hij ernstig ziek in kamp Amersfoort. Letterlijk sta je nu op de vloer waaronder zij verborgen zaten. In die bewuste nacht, dit was de vaste onderduikerplek van Harry en Gusta. En in die nacht dat de overvallers kwamen, was ook Alfred hier, Albert, omdat hij ziek was en niet onder dat hooi kon, omdat hij een beetje verzorgd moest worden. Onder andere hier hebben de Duitsers de vloeren kapot gestoken. Alles was kapot en hieronder was het gat wat uitgegraven was, waar zij waren en waar ze dus meegenomen zijn. En toen ging het mis. Harry en Gusta en Albert zijn meegenomen. En om te weten wat dat is, moet je het meegemaakt hebben. Daar is meer dan menselijke sterkte voor nodig. Bernie Mestrits en Pieter Steinhardt overleefden de nachtelijke razzia. Zij zaten verstopt in de hooizolder. In Jeruzalem vond ik bij Bernie's weduwe het dagboek, waarin hij de toedracht in detail beschrijft. Nu hoorde ik een deur openen en de boer roepen: "Is daar volk?" Direct daarop werd de voordeur geopend en stormden NSB'ers en de Gestapo-mannen het huis binnen. In enkele seconden waren ze letterlijk overal. "U hebt Joden in huis," hoorde ik de woordvoerder en de leider der bende, een Nederlander, tot de boer zeggen. Dit grove en misdadige verraadverhaal is na de bevrijding niet aan de aandacht ontsnapt. In de archieven ontdekte ik dat mijn moeder direct in het geweer kwam en de opsporingsdienst heeft de verraadster Gerritje Saalmink opgepakt. In maart 1948 werd voor het bijzonder gerechtshof in Arnhem 4 jaar geëist. De uitspraak van de rechter werd 2 jaar gevangenisstraf. Mijn moeder protesteerde tegen deze, wat zij noemde, milde straf. 3 maanden per weggehaalde Jood. Wat ik in Varsseveld en in Groningen heb ontdekt, in feite zomaar 2 plaatsen in Nederland in bezettingstijd, is onthutsend en heeft mij diep geschokt. Het maken van deze film confronteerde mij veel meer dan ik ooit had vermoed met onverschilligheid, een diep geworteld antisemitisme en vooral met de verwerpelijke rol die veel Nederlanders gespeeld hebben bij de deportatie van Joden uit Nederland. Des te meer Erik Boer Barthof Tieser en boer Johannes de Lindert en met hen al die goede Nederlanders die hun leven riskeerden om Joden te redden.